Hoe gaat het met jou nu? Er zijn twee races van het seizoen voorbij. Nog niet helemaal tevreden? Nee, nog niet helemaal tevreden. Er moet nog veel werk gebeuren, maar we zijn zeker op de goede weg. We moeten volgende week gaan we testen en gewoon met z'n allen gewoon goed opletten om de juiste stappen voorwaarts te kunnen maken. En daar ben ik van overtuigd dat we de volgende race in Estoril er weer flink tegenaan kunnen. Aan de topsnelheid ligt het niet, want die voor jou is de snelste van het hele veld. Ja, nou nog de bocht doorkomen, maar nee, goed. Topsnelheid is zeker niet verkeerd en daar win je de races niet mee. En we moeten nou gewoon zorgen dat we een goede, bereidbare fiets ook kunnen creëren. En daar wordt aan gewerkt en we hebben de juiste mensen in het team om de opgelopen achterstand goed te maken. Dus komt wel goed. Wat is jouw doel? Wanneer ben je tevreden? Is dat top 10 of meer? Laten we het eerst maar ophouden om mezelf te evenaren van afgelopen jaar. Dus meer punten scoren dan vorig jaar? Ja, ik ga niet zeggen van die en die klassering. Want ik moet eerst proberen om de fiets naar mij, naar mijn setup te creëren. En dan kunnen we kijken waar we kunnen eindigen qua positie. En wat doe je hier dit weekend bij de Superbikes? Nou ja, onder andere kijken naar het nieuwe talent natuurlijk. En een paar sponsoren hier rondlopen. En het blijft natuurlijk in je achtertuin racen op hoogste niveau. Dus dan wil je altijd even kijken.